De legende van Calang Arang. Vandaag, ik vertel u de verhaal, yang terkenal op Bali, heel bekend ya. Maar, sebetulnya kom van Java eigenlijk. Nog uit de Hindoe-Boeddhistische tijd, feiten en fictie vinden hun weg in deze legende. Luister, Lulu vertel, gij hebt gehoord zo. Heel lang geleden is er koninkrijk van Kediri, Oost-Java. Yang wordt regeerd Raja Airlangga. Aan de rand van zijn rijk bevindt desa namens Girah. Daar woont een weduwe, haar naam Calon Arang, boze vrouw deze, yaitu ahli ilmu hitam, betekent, zij bedreef zwarte kunst, yang de naam je mag niet zeggen. Wah, krijg kippenvlees als alleen aan denken. Omdat die itu zo jahat van binnen, zo slecht ja, zij kan veranderen, wordt lelijk van de buitenkant ook. Gezichtje, kai demon, monsterlijk. De heks heeft een dochter, Dia Ratna Mangali. Waarlijk een bekoorlijke en lieflijke meisje. Al oud genoeg om te trouwen. Maar nu is er jonge man waar dan ook in de hele koninkrijk yang wil om haar hand aanhouden. Zij allemaal takut voor de moeder, tuurlijk, je begrijpt. Nou, Calon Arang helemaal uit haar nopjes. Hij zin op wraak, bloeddorstig. Malam Kajeng Kliwon, in de nacht van een bepaalde dag in de vijfdaagse Javaanse kalender, speciaal voor zwarte kunst deze nacht, zij kidnapt jonge, onschuldige meisje uit een desa in de buurt. Dan meegenomen naar een plaats voor lijkverbranding. De duivelse weduwe, hij maakt samen met zijn leerlingen bloedoffer voor Devi Durga, de machtige godin des doods. Calon Arang wil de gunst van de godin krijgen om de mensen in de koninkrijk te straffen, met behulp van een boek met bezweringformules. Hij roept aan Devi Durga. De godin verscheen, zwaaiend met al haar armen. Huiveringwekkende aanblik deze. Calon Arang smeekt dat haar wens wordt vervuld. Zie hier de offer die ik u breng, omdat u heeft uw hulp deze domme luidjes krijgt wat zij verdienen. En zonder wikken of wegen, zij pakt de arme, angstige meisje aan de haren en snijdt haar keel door, de bloed guts en spuit naar alle kanten. Wat doe? Boze heks, hij lacht, krijsen en zing, terwijl dansen om de dode kind. Uiteindelijk, de godin heeft verzekerd te helpen. Huizen, hoge golven rollen onverbiddelijk aan op de nabijliggende desa's en doden veel dorpelingen terwijl slapen. Als niet verdronken of bevind in de rest van de koninkrijk, zij kreeg vreselijke ziekte, yang ten lange leste dodelijk. Natuurlijk, de koning, Raja Airlangga, kreeg bericht van deze ramp. Hij stuurt uit sluipmoordenaars om te verdrijven de boze heks naar de eeuwige reisvelden. Wat ook zij doen, Calon Arang niet mampus te krijgen. Lach, zelfs als kop afgeslagen, kopje,
Hij vliegt terug op de lijf, alweer bij vleven. Nou, koning Arlanga denkt zijn eigen. Wat kan doen toch? Hij vraagt de raad van wijze mannen en vrouwen. Zij van mening, de enige die kan helpen, is de kluizenaar en hindoepriester Mpu Barada. Ook hij bezit magische kracht. Dus deze hij kreeg de koninklijke opdracht de heks de wind uit de zeilen te nemen. Mpu Barada roept zijn leerling Bahula. Bahula, akume merlukan bantuanmu. Ik heb jouw hulp nodig, zei hij voor Bahula. Deze hij antwoord. Jika untuk kepentingan rakyat, saya bersedia membantu Mpu. Gimana caranya? Als dit voor de welzijn van de volk, ik bied u mijn hulp aan, Mpu. Hoe gaan we te werk? Nou ja, waarschijnlijk, ze spreken Bahasa Jawa, Javaans. Maar Lolo ken niet. Oké, we gaan verder. Mpu Barada heeft vervolg. Luister, Bahula. Wij gaan koud maken, si penjihir yang jahat. Naar de andere wereld helpen die boze heks. Zij ontleen haar kracht uit de boek met spreuken. Als deze in mijn bezit, ik kan overwinnen boosheid van deze kwaaiwillige vrouw. Hoe dan deze? Vraagt Bahula. De boek toch verstopt op een geheime plaats? Ja, bedoel waar wat jij zegt. Antwoordt Mpu Barada. Wij doen met sluwheid en misleiding. Jij had vragen de hand van dochternje Ratna Mangali. Wanneer woon bij hun, kan uitspioneren waar is die buku. Dan jij brengt deze voor mij. Zo gezegd, zo gedaan. Chalona Rang blij eindelijk haar dochter kan trouwen. Grote feest, de huwelijk 7 dagen heeft duur, maar zo je hebt nooit gezien dergelijks. De plan, hij lukt. Bahula komt erachter, waar is de boek? Zet Piekem, hij neemt en brengt aan zijn meester Mpu Barada. Deze, hij mompel toverspreuk en de boek verandert wordt wapen. Chris deze. Nou, kan me voorstellen, ja, als Chalon Arang merkt deze ngomel, razen en tieren, tot haar stem kai schorre kip. Hij weet wel wie achter de listige plan. De heks, hij daagt uit voor Mpu Barada in magische gevecht. Maar, zonder de boek, de malicieuze weduwe, zijn boze machten niet sterk meer. De gevecht is bezig. Een flair hier, een lel daar. Apalagi ook gewoon beuken tegen elkaar. Maar tiba-tiba, plotsklaps. Chalona Rang, uit haar ogen, oren en mond, komt steekvlammen in richting van de tegenstander. Wat? In deze situatie, ik wil niet langs zijn schoenen staan. Maar, ontong ja, gelukkig, Mpu Barada, hij nu machtiger en keer om de vlammen inferno. Chalon Arang kan niet uitwijken en half dood geplesset ter aarde. Dan, de priester, hij neemt de magische kris en steekt in de hart van Chalon Arang, nu andere helft ook dood, ja. Eindelijk de mensen verlos van tegenspoed. Eén goed, al goed. De mensen zijn genezen van de ziektes en voorspoed komt terug weer in Kediri, de koninkrijk van Raja Arlanga. Nog steeds, je kan zien, de drama in dansvorm op Bali. Ranga de heks
als reïncarnatie van Tjalonga Rang. Allee, sudah, de verhaal is uit. Daar, sampai ketemu lagi. Tot de volgende keer.